afscheid nemen wil ik wel in schoonheid afscheid nemen. Niet, op, niet in het vergeethoekje gedrumd, maar wel als kapitein, als basisspeler, na een succes. Niet ergens op de bank of als vergeten reliek uit vervlogen tijden. Voorzitter De Jager, bij die 1-1, een enorme sprong opwaarts. Ja, tuurlijk. Ja. Je bent blij als je thuis tegen de ploeg die volgend jaar waarschijnlijk in eerste klasse zal zijn, een goed resultaat neerzet. Je ziet het ook, we spelen mooi voetbal. We moeten niet onderdoen, dus ik denk dat we mogen trots zijn op deze ploeg. Als je ziet met welke middelen we dit moeten doen en als je ziet wat zij neerzetten op het veld. Mooi voetbal vind ik vandaag trouwens. En ja, ook 3-4 gekwetsten. Dus chapeau voor de jongens, echt waar. Is dat nu de intentie verklaring via de Eindhoven dit jaar, volgend jaar, even jaar gaat door? Ja, natuurlijk. Bedoel, de bedoeling is dat we volgend jaar opnieuw even ambitieus zijn als we dit jaar geweest zijn. Je hebt eigenlijk een goed seizoen. Je hebt een goede trainer ontdekt. Spelen trainer in twee, die moeten maar maken. Ja. Karakter in de ploeg. Maar enorm veel tegenslagen met blessures. Ja. En een heel een beetje de kleine kern. Hè, dan. Ja, wel veel tegenslag met blessures zou ik niet zeggen, want we hebben eigenlijk inderdaad een kleine kern, dat is juist. Maar wat het seizoen betreft heel weinig blessures gehad, in tegenstelling tot vorig jaar. Waar we ongelooflijk veel pech hadden gehad en dat we op een bepaald moment 8-9 blessures hadden en daardoor inderdaad een hele zwakke terugronde hebben gespeeld. Dus al bij al mogen we niet klagen dat we inderdaad, we hebben gekozen voor een kleine kern, dat we nu eenmaal een klein budget hebben. Maar we kunnen niet klagen wat blessures betreft, nu alleen op het laatste. Ja, nu zitten we met 5-6 jongens die gekwetst zijn en moeten we het inderdaad nu straks waarschijnlijk op Eup nog met 3 spelers minder doen die ook geschorst zijn. Dus oké, maar goed, het seizoen is mooi geweest en ik denk Het seizoen is mooi geweest en we mogen trots zijn, denk ik. Ja, en toch ergens een beetje pijn in het hart. Een vol stadion, ambiance, alleen in verkeerde kleuren. Ja, maar goed, oké, dat zou ook andersom geweest zijn mochten wij aan de leiding hebben gestaan.
We hebben natuurlijk niet de historiek van een Beveren, dat weet iedereen. Maar ook Oostende publiek is zeker en vast van de partij. Als je daar klaar bent om eventueel een eindronde te winnen, zoals dat nu met de jongens van Beveren het geval is. Dus al bij al een tevreden voorzitter. Ja, en die begint morgen aan het nieuwe seizoen? Absoluut, absoluut. Okay, succes. Dankjewel, dankjewel. En afspraak, misschien dan en eerst. Alsjeblieft. Dankjewel.